Dank u wel, voorzitter. En laat ik ook beginnen met onze rapporteur Niels Torvalds te bedanken voor zijn uitstekende werk. Zeker gezien de padstelling die hij enigszins hier in dit huis aantrof. En zeker de padstelling met de raad die hij van zijn collega Corinne Lepage, die de eerste lezing had gedaan, erfde. En laten we eerlijk zijn, die padstelling met de lidstaten die belooft weinig goeds voor de toekomst. Want we hebben het hier alleen nog maar over de doelstellingen, de klimaatdoelstellingen voor 2020. Die 20%, als we daar al een padstelling over kunnen creëren, als je dan bedenkt dat we over 30 jaar naar 80% tot 95% reductie in CO2 moeten gaan. Dat belooft heel weinig voor de toekomst. De stappen die we nu nemen, dat zijn echt hele kleine stapjes. En toch wordt daar al om elke millimeter gevochten. Dat belooft wat als we de echte grote stappen moeten gaan halen. En met de houding van vandaag, van vooral de lidstaten, ben ik ervan overtuigd dat we echt niet ver zullen komen met ons klimaatbeleid. Wij kloppen onszelf in Europa op de borst dat wij de doelstellingen voor 2020 gaan halen. Maar als ik alleen al kijk naar mijn eigen land, Nederland, en ik zie dat nu gelukkig de economische groei weer een beetje aantrekt, dat we in één keer weer een groei van CO2-uitstoot hebben in plaats van een vermindering, dan denk ik dat we daar nog eens heel goed naar moeten kijken. Dan nu het onderwerp waar we het over hebben. Deze kleine aanpassing van de Fuel Quality Directive en de Renewable Energy Directive. Goed beleid maken, dat vergt moed. En zeker in de veranderende wereld van vandaag. En zeker als blijkt dat het bestaande beleid wordt ingehaald door de wetenschap. Want dat betekent dat we ons beleid moeten aanpassen. En we moeten ons realiseren dat biobrandstoffen niet die heilige graal zijn waarvan we enkele jaren geleden nog dachten die dat wel was. Dat zijn misschien wel de geavanceerde biobrandstoffen. Maar dan moeten we daar wel duurzaamheidscriteria aan koppelen en niet dezelfde fout maken als de afgelopen jaren. Want dat dreigen we nu te doen. Maar nogmaals, ik zal gaan stemmen voor dit resultaat, maar het is een heel mager resultaat, voorzitter.